Gastera Flames heeft een ruime nederlaag geleden tegen ZZ Leiden. In de sleutelstad werd met 70-48 verloren. De gehele wedstrijd was Leiden de betere ploeg. Bij rust stond de ploeg van coach Salem al met 36-22 achter. Topscorers bij de Groningers waren Koenis, de Randami en Voorn, alle drie met maar 8 punten. Na deze nederlaag staat Flames op de derde plek met 16 punten uit 12 wedstrijden. Abiant Lycurgus kwam dit weekend tweemaal in actie. Zaterdag werd gemakkelijk met 3-0 van VCV verloren. De setstanden in Veenendaal waren 25-21, 25-22 en 25-15. Zondag speelden de Groningers tegen koploper Zwolle. In een prima wedstrijd verloor de ploeg van coach Zootsma na 5 spannende sets. De setstanden waren 19-25, 25-20, 30-28, 26-28 en 15-11. Lycurgus staat nu op de derde plek met 20 punten uit 10 wedstrijden. 8 punten minder dan koploper Zwolle. Nick heeft de uitwedstrijd tegen Blauw-Wit met ruim verschil verloren. In Amsterdam werd het 27-19. Ricky Woe was met 9 treffers topscorer voor de Groningers. Bij Blauw-Wit was ex-Nick-speler Gerald van Dijk met 10 treffers de grote man. Nick heeft nu 4 punten uit 4 wedstrijden en staat op de zesde plek. Bikwik 1887 won zondag in de hoofdklasse C met 3-1 van Kwik 20. Bij rust stonden de Groningers nog met 1-0 achter. Maar vlak na de pauze profiteerde Rob van der Leij van een fout van Kwik 20. Daarna was het verzet gebroken en liep Bikwik via Van Dijken en Van den Berg uit naar de 3-1 eindstand. Bikwik blijft samen met Roda Raalte koploper met 28 punten uit 12 wedstrijden. De Groningse ploegen in de zaterdag eerste klasse E blijven wisselvallig presteren. Oranje Nassau ging op eigen veld met 4-1 onderuit tegen Buitenpost. PKC 83 won met 2-0 van Noordse Schut. PKC klimt naar de vierde plek in de eerste klasse E met 20 punten uit 12 wedstrijden. ON staat zesde met 16 punten uit 11 duels.